Hallo, we zitten hier met Jacques Hanegraaf, oud-prof wielrenner. Ja. Jacques die komt het laatste uur met ons meespinnen, dus daar zijn we ontzettend blij mee. Jacques, hoe gaat het met je? Je ziet wel, ik heb gewoon een kaart naar hier getrimd om een beetje warming-up te hebben, dus ik ben er klaar voor. Nee, maar het gaat best wel goed. Ja. Okay. Mag niet klagen, ik word einde van het jaar 50, ik fiets niet zoveel, maar ik heb geen klagen. Want welke sporten doe je nu je gestopt bent met het prof wielrennen? Eigenlijk heel weinig. Wel veel wandelen. Vind ik heel leuk. Ja. Buiten in de natuur. Maar echt competitiesporten doe ik bijna niks meer. Want je bent ook twee keer Nederlands kampioen geweest. Ja, de eerste keer was in 81. Het was ook meteen het eerste jaar dat je startte. Hoe was dat? Ja, ik was er heel jong bij als profielrenner. Ik was ook in die tijd de jongste professional uit de geschiedenis. Was je 19, hè? 19, ja. En dat was allemaal heel, achteraf ook wel heel jong en heel snel. Ja. Maar wel leuk. Maar toen was het wielrennen misschien nog wel wat eenvoudiger dan tegenwoordig. Nu komen ze van alle wereldhoeken, komen er natuurlijk topsporters naar alle sporten en ook naar de wielersport, hè, want de val van het IJzeren Gordijn en zo, dus heeft heel veel invloed gehad op de samenstelling van het wielerpeloton. Ja, dus ik kom nog een beetje van voor die tijd. En ik was er heel vroeg bij, heel jong bij. Dus ik heb eigenlijk ook besloten om dan maar vroeger te stoppen met werken straks. Ja. Want wat doe je nu nog? Ik heb een paar bedrijven. Okay. Een van de bedrijven is bijvoorbeeld een groothandel in wielermaterialen. Okay. Dus in die context heb ik nog wel ook heel veel met de wielersport te maken. Ja. Ik bemiddel vaak voor topsporters, wielrenners met name, in een contactbespreking. Dat is ook een van de dingen die ik doe. Ja. Dus ik ben nog wel voor een groot deel aan de sport gebonden. Ja. Want in 92 ben je abrupt moeten stoppen. 93 toen er een hert voor je fiets sprong. Hoe lang heb je toen moeten revalideren? Goh, alles bij elkaar. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb anderhalf jaar gerevalideerd. Dat was ook wel iets wat ik nog nooit in mijn leven zo heftig had meegemaakt. Nee. En heeft wel impact gehad in die zin dat ik er gelukkig vrij compleet van hersteld ben. Maar het heeft me wel ook weer met de beentjes op de grond gebracht. Zo van, ja, als je zoiets dan meemaakt en het hele leven, het circus gaat door. Dat is punt 1. En punt 2, ja, je moet dan gaan knokken om gewoon weer. Je bent eigenlijk in heel de maatschappij 10 stappen terug, geen 2, maar door een heftige blessure en een verlamming was ik echt heel ver terug. Ja. Maar dat is allemaal goed gekomen. Ja. Dus, We gaan zo meteen het uur afsluiten. Dus we gaan de mensen nog even flink laten zweten. En dan maken we er een feestje van. Let op je houding, schouders zijn ontspannen en laag. Knieën blijven recht, hakken de grond in. We gaan het laatste uur in. Het laatste van de 6 uur durende marathon. Voor het goede doel, het sterfonds. Weten jullie waarom voor fietsen het sterfonds, wat het inhoudt? Een stichting voor kinderen tussen de 0 en de 16 jaar die geen ouders hebben die voor ze kunnen zorgen. We hebben tot nu toe €660 opgehaald vandaag. Dat is een mooi bedrag om sportief in te zetten voor deze stichting.
vind dat we het heel erg goed gedaan hebben met z'n allen. Ik ben trots op jullie en ik wens jullie nog een hele fijne avond toe.